Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Delen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger zijn vanmiddag geland op Nederlands gebied. Tegelijk is bericht gekomen dat een tankmacht van het Britse tweede leger een offensief is begonnen vanaf het Scheldekanaal noordwaarts. Dat wil dus zeggen, Nederland in. Sommige mensen hebben het al met eigen ogen gezien. Vliegtuigen in de lucht met parachutisten, een jeep die voorbij rijdt of zelfs een Tommy in de tuin. Maar voor de meeste Nederlanders is het Radio Oranje bericht over de luchtlandingen van de geallieerden net zo'n grote verrassing als voor de Duitsers. Maar die eerste klap blijkt in dit geval geen daalder waard. Ze komen onverwacht, de geallieerden. En daarmee komt ook het oorlogsfront akelig dichtbij. Na de landingen bij Son en Veghel, Overasselt en Groesbeek en verderop rond Ede, Renkum en Wolfheze en enkele dagen later bij Driel, ligt Gelderland plotseling midden in de vuurlinie met alle gevaren van dien. Om elke hoek loert nu letterlijk dood en verderf. Maar bij veel mensen wint de hoop het toch van de angst. Het is prachtig weer en honderden parachutisten zien we uit de vliegtuigen komen. De staten worden boven ons huis losgemaakt, zodat de zweefvliegtuigen op de Renkumse hei kunnen dalen. Cyclaam, rood, groen, beige, wit, bleu getinte parachutisten komen naar beneden. Het is een majestueus gezicht. Dan wordt er plotseling geroepen. Daar komen ze. Het is een Tommy. Daar. Kijk. Daar kruipt hij langs de benedendorpse weg. We richten ons iets op en zien dan de eerste mannen die door de lucht naar ons toegekomen zijn om ons te bevrijden van de Duitse bezetting. We zien ze schieten op de vluchtende vijand. Nu zie ik al meer. Ik tel en tel nog een keer. 10, 20, 30 zie ik al langs de kant komen. Ze sluipen langs de weg. We springen op en hollen naar hun toe en wuiven. We drukken handen van mensen die we nog nooit gezien hebben. We voelen ons één. Het zijn onze vrienden waar we op gewacht hebben. Meer dan 4500 vliegtuigen kiezen het luchtruim voor operatie Market Garden. En die hebben zo'n 20.000 para's aan boord. Het is daarmee de grootste militaire operatie in Nederland. Velen onder ons herinneren zich nog de dag dat die reusachtige geallieerde luchtvloot vrijwel ongehinderd over ons land trok. De airborne troepen hadden de opdracht in een snelle actie de bruggen over de grote rivieren bij Arnhem en Nijmegen in handen te krijgen. De geallieerde legers, die reeds aan de Nederlands-Belgische grens stonden, zouden dan door het oosten van Brabant pogen door te stoten en met hen contact proberen te maken. Op zondagochtend, 17 september 1944, gebeurt het dan. Terwijl heel Overasselt hier in de kerk zit, landen 1700 parachutisten van het 504e regiment uit 123 vliegtuigen hier vlakbij in het broek. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Oh. 17 september 1944, ja. Toen zaten jullie hier ook met de hoogmis. Ja. En toen, wat gebeurde er? Nou, het eerste wat wij hoorden was dat jagers, ik wou wat wij zeggen straaljagers, maar die bestonden toen nog niet, die kwamen heel laag hier over de kerk vliegen, heel duidelijk hoorbaar. Ik zat er in die kleine bankjes daar rechts en ik zag die ramen aan me trillen, hè, dus van alle granaatvuur. Want zo ging het tekeer. Zo ging het hier tekeer, maar dat was eigenlijk vlakbij van Graafse Brughut. Hè. Ja. Hè, dat ging enorm tekeer hier. Ik ben gaan kijken met een buurjongen.
Hupskiks en mijn broer Frans. We zijn gelopen toch richting graven. We willen toch kijken wat er gebeurt. Kijken hoe dicht we erbij kunnen komen. En terwijl wij daar liepen, kwamen er drie vliegtuigen. Dakota's bleek achteraf, want dat wisten we toen ook niet. En die dropten daar een 20 parachutisten in het weiland. En dan stonden we dus net met de neus vooraan. Ja. Dus je hebt ze zien neerkomen? Ja, de eerste hebben we zien landen. En wat die mannen deden, dat was met grote tangen de draad overal doorknippen. En dat zagen wij dus allemaal. Godverdorie, er komt nog veel meer. Op een gegeven moment hadden ze een hele grote bus met rook. Toen was het voor ons heel duidelijk, hier komt iets te gebeuren. Ja. Wat ik weet dat wij s'avonds op die 17 september binnen zaten. En dat is een buurman bij me zat. En die zei tegen mijn vader, ja maar Louis, kunnen we denken we zijn bevrijd. Maar als ze vannacht de moois overkomen, dan is het wel gebeurd met die bevrijding. Dit is het broek dus. Ja. Ja. En hier, hier gebeurde het dan. Hier landen ze niet in eerste instantie geloof ik. Nee. Dat was dan verder, hè? Dat was verder, ja. Ja. Maar die gliders die dan neerkwamen, dat moet een machtig gezicht geweest zijn, of ja, niet? Ja, is het ook, ja. 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 Als die naar beneden komen, dan, dus, dan is het echt een glijvlucht, hè? Ja. Maar als ze de grond raken, dan krijg je het in de gaten dat ze toch nog hard gingen, hè? Ja. Ja. Want er zijn er ook verschillende die met landen met de staart recht omhoog. Hè? Ja, we hadden de beschikking van een boer bij ons in de buurt, die had een platte wagen. En we hebben daar spullen dus opgehaald hier, ook daar op die plek waar het verzameld werd. En dan moesten we eerst naar Heumen brengen. En toen van Heumen naar bij Derks in de Looistraat, dat was een noodhospitaal. En daar kregen wij toen dus een brancard mee. Ja. En dan moesten we een gronde ophalen bij Hopman in Malden. En daarom hadden wij dus twee Amerikanen met mitrailleur achter op de platte wagen zitten. In de aanslag als het nodig was. Maar wij beseften helemaal niet dat dat dus erg was. Maar als er een Duitser was geweest, dan hadden ze ons ook zomaar... We zaten met vier man zaten we op die platte wagen. Hadden ze ons er zomaar af kunnen vegen. Ja. En dit was de zaak van je ouders. Kun je eens vertellen, wat was hier? Die zaal is gebouwd in de mobilisatie. En dat was een fonkelnieuwe zaal. En overal kwam inkwartiering, maar hier niet. Omdat ze hier, die vonden de Salvation Army, die vond dat ze hier voorstellen gingen doen. En dan gingen ze vanuit Groesbeek, gingen ze met vrachtwagens de militairen ophalen. Die werden hier gelost. En dan mochten ze, weet ik wat, bekijken. En vooral Josephine Baker natuurlijk. He? Josephine Baker? Ja, die heeft hier opgetreden. Ja. Echt waar? Ja. Een mooi evenement is nog, terwijl zij aan het optreden was, mijn jongste zus ging eens even in de kleedkamer kijken. En onderhand is zij klaar, komt zij in de kleedkamer. En dat was Joke, die had een stola omgehangen van haar. En we dachten, maar zij vond het grandioos. En die stola die mocht Joke houden. Alleen jammer, we hebben hem niet meer. Oh, wat zonde. Maar jouw jongste zus heeft de stola van Josephine Baker gekregen. Ja, ja. Die hier. Een hele dikke. Bijzonder. Maar ze had er genoeg hoor. Ja. Blijdschap en vreugde dus in Overasselt bij de burgers, omdat na vijf lange oorlogsjaren eindelijk de vrijheid weer gevierd kan worden. En bij de militairen, omdat er geen noemenswaardige tegenstand is. Er komt op Overasselts grondgebied maar één Amerikaanse militair om het leven. En dat komt niet door vijandelijk vuur, nee dat komt door een bevoorradingsparachute die gedropt wordt en die hem raakt aan zijn hoofd. Los van dat ene slachtoffer verloopt de bevrijding hier in Overasselt voorspoedig. Er gaan geruchten dat geallieerde troepen Nijmegen naderen. 'S Morgens vroeg werden de gebouwen al bezocht door plunderaars. Vooral in de Turmakfabriek is huis gehouden. Later trad Vrij Nederland op en menige plunderaar moest het netjes terugbrengen. Ondertussen zijn er Amerikanen bij de Van Peltlaan en bij het ziekenhuis gesignaleerd. Om iets voor zevenen hoorden we in de verte gejuich.
Het kwam van de andere kant van de dennenkamp, uit de richting van het Saaiersplein. Dwars door het bos, over de hekken en door de tuinen van het dennenkamp gingen we erop af. En toen hoorden we zingen. Het Wilhelmus. En even later weer opnieuw gejuich. Na al die jaren van onderdrukking was het allemaal zo onwerkelijk. En toch ook zo ontroerend. Inderdaad, op het Saaiersplein zagen we ze. Voor het eerst. Engelse soldaten. We hadden zo lang op dit moment moeten wachten. De bevrijding was nu toch wel een feit? Het plechtige ogenblik waar wij met groot verlangen zo lang naar uitgezien hebben, is dan eindelijk aangebroken. Aan de hoge vlaggenmast midden op het grasveld rijst de driekleur omhoog en ontplooit zich in de wind. De beide kleine jongens, die in hun korte leventjes zoiets nog niet meegemaakt hebben, juichen van verrukking bij het uitwaaien van de kleurige banen. En wij, ontroerd aanschouwen wij het symbool van het herwonnen vaderland, van de herwonnen vrijheid. Het rood, wit en blauw kan weer uit de kast, zo lijkt het nu de geallieerden snel oprukken. Brigadegeneraal James Maurice Gavin speelt bij die opmars een belangrijke rol. Met 7500 man uit 475 Dakota's wordt hij gedropt boven Groesbeek. Gavin heeft zijn sporen dan al verdiend op Sicilië en bij de invasie van Normandië. En dat heeft hem een prachtige bijnaam opgeleverd, Jumping Jim. Ja, we rijden hier op een landweggetje in de buurt van Klein-Amerika. Want als je die kant op kijkt, dan zie je Klein-Amerika al verschijnen. Nou, op dit gebied hier zijn de parachutisten geland van het 505e regiment. En daarnaast is ook nog generaal Gavin hier geland. Nou, zijn landingsplek ligt een stukje verderop. Deze bocht is nogal krapjes. Zo. We staan hier op de plek waar generaal James Gavin ongeveer is gesprongen. Vanuit de lucht ziet dat bosje daar eruit als een driehoek. Dat kun je zien op de foto hier. Dus heeft hij tegen de piloot gezegd dat hij bij dat bosje eruit wil springen. Dat was een heel goed herkenningspunt voor piloten. En daardoor besloot hij dus eigenlijk om zichzelf hier af te laten werpen uit het vliegtuig. En hij is dus ook hier daadwerkelijk op deze locatie terechtgekomen met zijn parachute. Nou, we staan nu dus ongeveer op de plek waar hij is geland, want we waren er natuurlijk zelf niet bij. Dus ergens in deze omgeving is generaal Gavin geland. Nu gaan we naar het glidermonument. Dat is een replica van de Waco glider. Dat is een groot zweefvliegtuig die hier ook zijn geland 73 jaar geleden. En daarin konden manschappen zitten of een jeep of een kanon. Nou, deze jeep zat dus in die glider en achteraan de trekhaak zat dan een touw aan een soort mechanisme. En als de jeep dan wegreed, dan klapte daar de neus door die kabel omhoog. En als de jeep dan ver genoeg was, dan ging dat mechanisme dicht en klapte de neus automatisch weer omlaag. Ja, ik vind het vooral lastig voor te stellen dat hier... Dat ik zelf als soldaat hier zou landen, aangezien het nogal een beetje klungelig is allemaal. Deze buizen zijn best wel dik, alleen toentertijd waren de buizen wel ietsje dunner. Het toestel bestond eigenlijk uit hout en canvas en meer was het eigenlijk niet. Dus je had één poging om te landen. Het ging regelmatig goed, maar het ging ook regelmatig fout. Dus dat ze over de kop sloegen of iets in die richting. Nou, naast dat wij druk bezig zijn met onze jeep, gaan we ook regelmatig met de metaaldetector op pad. Nou, dit stuk reserveparachute wat we hier hebben, hebben we gevonden doordat er eigenlijk allemaal roestdelen in de parachute zitten. Maar het kan ook zo zijn dat er dus iets bij ligt wat van metaal is, dus bijvoorbeeld een haak of een kogel of iets in die richting. Nou, en op deze vondst zijn we wel een beetje trots, want hier is altijd wel een leuk verhaal over te vertellen. Dat is namelijk dat de reserveparachutes heel erg populair waren onder de bevolking. Want hier werden namelijk jurken van gemaakt, dus ofwel trouwjurken of communiejurkjes. Ook bijvoorbeeld iemand uit onze familie heeft haar communie gedaan in een jurkje wat gemaakt is van reserveparachute. Dus ja, dat is wel echt iets wat we kunnen koppelen aan deze vondst. Dus vandaar dat we ook wel trots zijn op deze vondst. Nou, hier hebben we spullen liggen die we allemaal zelf hebben gevonden hier in Groesbeek. Bijvoorbeeld dit dopje. Dit hebben we
zelf op Klein-Amerika gevonden. Dit is een dopje wat achter op een mortiergranaat zat. Nou, die spullen liggen daar onderin in het hoekje, omdat we eigenlijk nog veel meer mooiere spullen hebben. Bijvoorbeeld die brief, die hebben we gekregen van iemand. Die was voor de Nederlandse strijdkrachten en die is ondertekend door prins Bernhard. Ja, deze pop die is aangekleed zoals ze hier zijn gesprongen met de M43 jas. Op zijn schouder hier kun je het plaatje van de 82e Airborne zien. Daar staat AA en dat staat voor All American en dat betekende dat de leden uit die divisie uit heel Amerika zijn gekomen. Ja, eigenlijk wel ja, het is eigenlijk wel een uit de hand gelopen hobby. De Duitsers vluchtten richting Veerpont. Op de dijk stonden veel mensen en lachten hartelijk om de vlucht van de Duitsers. Mensen, zeg ik, lach niet te vroeg. Die lui laten dat zo niet zitten. Vertrek uit deze hoek, want ze schieten u er neer. En wie zal u verdedigen? Het leger is nog te ver en wij zijn nog in de macht van de moffen. En de weinige leden van het geheime leger kunnen het niet tegen de goed geoefende Duitser houden. Vlucht voor het te laat is. Maar de ondergrondse zeiden dat ze spoedig Engelse versterking en betere wapens kregen. Ik hoopte dat het nog goed zou komen. Tegen 10:00 gaat het bericht dat de Engelsen komen. Iedereen zoekt Oranje op en loopt naar de hoofdweg. Eindelijk tegen 12:00 komen er 3 gevechtswagens door Wamel. Ze kunnen haast niet door de juichende menigte. De ondergronds roepen steeds Oranje, weg! Maar alles is een feeststemming. De dorpsstraat is vol van mensen. Maar om 5:00 begint de ellende. De moffen komen over en komen in gevecht met de Engelsen en ondergrondsen. De huizen van Klaas van Echelt en Piet Elze en de schuren van Schoneberg worden afgestookt. Marinus de Lorijn wordt doodgeschoten. Wij gaan alle naar de kelder bij zondag. De Engelsen en de ondergrondsen trekken terug. Ook de bevolking vlucht Wamel uit. Maar op de drempel van vrijheid en onderdrukking gebeuren de meest waanzinnige dingen. Op 19 september wordt vanaf de Wamelse kant door de ondergrondsen geschoten op het veer tussen Wamel en Tiel. Misschien wel in de euforie van de aanstaande bevrijding. En misschien ook wel omdat er Duitsers op zaten. En de bezetter reageert met een dodelijke mix van waanzin en wraak. De volgende dag nemen de Duitsers 14 willekeurige mannen uit Wamel gevangen. Ze worden naar de Tielse kant van de rivier gebracht en in koele bloeden geëxecuteerd. Onder de slachtoffers zijn Hendrik Schoneberg en zijn zoons Johan en Willem. De opa en de ooms van Annie en Maria Schoneberg. Is het verhaal veel verteld bij jullie in de familie? Is het altijd een verhaal geweest? Altijd. Altijd. Dagelijks. De foto's van mijn opa en mijn ooms die hangen in de keuken tegen de muur. En het was bijna elke dag over gesproken. Annie en Maria, dit is het monument. Dat herinnert aan jullie opa en jullie ooms. Hè? Ja. Kom je hier nog vaak of niet? Ja, als we aan deze kant komen, lopen we altijd even langs. Ja. Ja. En een bloemetje erbij. Als je die nog eerst even wil leggen, ga je gang. Hier, daar stonden dus aan deze kant van de dijk allemaal boerderijen. En al die mensen die zijn dus hier uit hun huizen gehaald en meegenomen. Maar dus ook de gebroeders Schoneberg hier met hun vader. De gebroeders Schoneberg hier, Janssens, die wonen een klein stukje verder naar die kant, van de Wielen. En al die mensen zijn dus meegenomen naar Tiel. Ja. En die hadden dus gewoon pech dat ze thuis waren, want er waren ook mensen niet thuis. Die zijn door het oog van de naald gekropen. Die zijn door het oog van de naald gekropen, ja. Jullie vader was toevallig niet thuis, anders was hij misschien wel met zijn vader en zijn broers meegenomen. Ja. Hè? Ja. Ik denk dat het verhaal zo altijd wel begint, of niet? Dat hij door het oog van de naald is gekropen. Ja, zeker weten. Heeft jullie oma er eigenlijk over verteld? Want zij was in één klap haar man en 2 zoons kwijt.
En ik kan mijn oma niet voor mijn geest halen als een gezonde vrouw. Alleen een vrouw die bedlegerig was. En die s'nachts met de stok tegen de muur lag te slaan van onze lieve heer, kom maar alsjeblieft halen, want ik wil naar de jongens. Zij is daar echt heel erg beschadigd door? Ja, ja, heel erg beschadigd. Mijn vader is er ook heel erg beschadigd door geweest. Durfde niet meer alleen te zijn. Nee. En, als je koeien moest melken, dan ging er iemand mee de schuur in. Als mijn moeder boodschappen ging doen, dan ging hij mee boodschappen doen. Mocht ik zelfs naar huis voor mijn werk? Nee. En het was terug te voeren op de oorlog, op die dag dat zijn twee broers en zijn vader opgehaald zijn en nooit meer teruggekeerd. Ja. Ja, het is inderdaad een represaillemaatregel geweest. Ja. Een represaille waarbij ze gewoon niet gekeken hebben wie wat, hoe, waar. Boem. Nee, dichtbij meenemen. Dat is het wrange van de zaak. Dat de mensen die dus opgepakt zijn, daar zat voor zover ik weet eigenlijk niemand actief van in het verzet. Nee. Hier zijn ze dus met pont naar de overkant gevaren. Daar heb je het café van Rousson. Ze hebben daar nog gedronken, de Duitsers. En daar heeft mevrouw Rousson geprobeerd om de mensen vrij te kopen. Die heeft 1000 gulden geboden om de mensen los te laten. Dus die mevrouw Rousson heeft gezegd, laat ze gaan, dan geef ik jullie geld. Ja. Dat is niks gelukt. En dus alle 14 tegen de muur en zonder pardon doodgeschoten. Ja. Ja. En als je nou kijkt, hè, want ze zijn daar natuurlijk daar bij die coupure met de rug tegen de muur gezet. Ja. Ze hebben zicht gehad op Wamel, hè? Ze zijn met Wamel in hun gezichtsveld gestorven. Als je daar naar huis kijkt... Ja, ze keken allemaal naar eigen huis. Dan lopen je rillingen toch over je rug. Ja. Ja. Het is een onvoorstelbaar drama geweest, hè? Was het toch. Ja. Een onvoorstelbaar drama, ja. Tekent ons, het tekent zelfs ons. Ja. Ja. Ja, zelfs ons tekent het. Smiddags ben ik naar Wamel geweest om het varken te voeren. Je zag haast geen mens. Alles was verlaten en eenzaam. 'S Avonds verdween de eenzaamheid. De moffen kwamen op bezoek. Schoten met mitrailleurs lukraak door de straten, gooiden handgranaten in de huizen en schoten op die enkele mensen die het veld in waren gevlucht. Mijn zusjes zouden die nacht thuis blijven en hebben het benauwd gehad, want ze hoorden de moffen om het huis lopen. Gelukkig waren haast alle burgers weg. Anders waren er weer verschillende slachtoffers gevallen. Af en toe nog artillerievuur van de Goffert. Nijmegen met Bruggenal in geallieerde handen. Overal zag je legerwagens, tanks en Amerikaanse soldaten. Wat zijn het allemaal gezellige, vrolijke en vooral gezonde jongens. De bevolking juicht en praat en is vooral uit op de chocolade en de sigaretten van de Tommies. Ook handtekeningen worden druk verzameld. In de Korte Molenstraat staat Engels geschut opgesteld. Er worden nog krijgsgevangenen binnengebracht. De grote verkeersbrug bij Nijmegen is onbeschadigd in geallieerde handen. Geallieerde strijdkrachten dringen over de brug heen in de Betuwe door om contact te maken met de delen van het luchtlandingsleger die zich verschanst hebben in de buurt van Arnhem. Nog altijd zware gevechten tussen Nijmegen en Arnhem. Vanmorgen worden weer mensen op straat gegrepen voor werk aan de spoorlijn bij Assel, die vannacht weer opgeblazen was. De kanaalbrug wordt versterkt voor het te verwachten zware verkeer van mogelijk terugtrekkende Duitse troepen. Boeken vol zijn er geschreven over waarom het nou uiteindelijk misging. Maar feit is dat de Duitsers na de eerste schrik zich herpakken en geen duimbreed meer toegeven. Operatie Market Garden mislukt jammerlijk. Deze brug is daar vanaf dat moment het symbool voor. De opmars stokt en de Gelderse rivieren vormen de grens die Nederland in tweeën splitst. Het zuiden is bevrijd, maar ten noorden van de rivieren wacht bezet Nederland nog een aantal barre maanden.